Mensen, leuk dat jullie nu kijken naar een nieuwe video hier op mijn kanaal Ivo Lego Plays. En ja, we gaan weer verder met de Hobbit. Zoals jullie daarop hadden gewacht. En ja, we gaan hier denk ik naar Rivendell. Zoals het er al uitziet. Hi. Oké. En doe alvast even allemaal een keihard duimpje omhoog. En laat even weten in de reacties wat je van de video vindt of niet. En let's do this. Daar gaan we dan, jongens. Bilbo en de andere dwergen. En Gandalf natuurlijk. Gandalf. Lord Elrond. Strange for orcs to come so close to our borders. Something or someone has drawn them near. Ah, and that may have been us. Welcome, Thorin, son of Thrain. I do not believe we have met. And what were you doing on the Great East Road? Who's that? Bulko, is it? Oh, shit. Ganymede. Heeft hij hier een serpent? Dat is echt die Lego humor. Our business is no concern of elves. For goodness sake, Thorin, show him the map. Erebor. Kyrth Ethil. Moon Runes. Can you read them? Oké, nu moeten we hier verder. Waar moeten we naartoe? Hier? Moeten we hier naartoe, jongens? Zo. En halen we de 10.000 likes, dat zal super awesome zijn. En ik hoop dat jullie de video leuk vinden. Moet je hier naartoe? Zo, hier naartoe. Ik viel bijna in het water. Hier zo naartoe. Het is wel een hoge trap, moet ik zeggen. Jongen. Stand by the grey stone when the thrush knocks, and the setting sun with the last light of Durin's day will shine upon the keyhole. We have to be standing in exactly the right spot at exactly the right time. Then, and only then, can the door be opened. There are some who would not deem it wise. Tell me, Gandalf, did you think these plans and schemes of yours would go unnoticed? The dragon has long been on your mind. There is something at work beyond the evil of Smaug. Oh ja, het zwaard. They speak of a necromancer living in Dol Guldur, a sorcerer who can summon the dead. Gandalf, Sauron is vanquished.
No such pod exists in this world. The question of this dwarvish company, however, troubles me deeply. My Lord Elrond, the dwarves, they've gone. Hi. Oké, die gozer zegt dat de dwergen weg zijn. En we zijn nu niet dwergen, hè? En ik heb alle films gezien van de Hobbit. En dan gaan we even hier zo naartoe. Tussen de bergen. Oké. En laten we even het level opstarten. By the advice of the elves and the white council, the dwarves continued. Oh, dit ja! Dit kan ik me nog wel herinneren. Their travels took them over a high pass, where the weather took a turn for the worse. Oké, Thorin, jij moet even dit hakken. Zo, huppatee. Oh mijn god. Oh, ik moet even deze gozer pakken, want dit, hij kan dit zo doen. Zo, dit even. Deze gozer hier zo. Hup. Ik ga even zoeken of we nog iets nodig hebben. Ja, kijk eens. We hebben nog iets nodig. Zo. We hebben iets nodig wat we hierop kunnen plaatsen. Zo. Oké, we moeten... Oh, we kunnen een andere worden. Oké, moet het dit mannetje zijn? Dit mannetje? Zo. Zo. En dan bouwen we dit. Oké, moet het erboven weer zijn? Zo. Oh mijn god, joh. Oh ja, zie het al. Huppatee. En we moeten dit mannetje hebben voor die witte ding. Voor het geval als we een crafting table hebben. Ik heb nu drie van die dingen. Dat is mooi. Oh mijn god, joh. Zo. Die hebben we ook even kapot. Oké, we hebben iemand met de hamer nodig. Zo. Huppatee. Oké, we moeten andere worden. Zo, Bilbo. Huppatee. Daar gaat hij, jongens. Oké. We moeten dit kapot maken. Zie ik. Dit even kapot maken. Zo. Oké,
Oké, we moeten weer de andere worden. Oké, we hebben dit mannetje nodig. Hier zo weer om op te komen. Zo. Nee, deze wil ik even niet worden. Ik wil even eerst dit ding hakken. Oh, ik wil hierop. Hoezo kan ik er niet op? Ja, dank je. Dank je, dwalin. Zo. En we bouwen weer zo'n crafting table. Oké. We moeten dit bouwen. Oké, we moeten hier weer iets bouwen. Dit hebben we nodig. Dit. Deze. Deze. Huppatee. God. Huppatee. We kunnen hier weer verder. This is no thunderstorm. Oh mijn God. Stenenreuzen. God. Nee! Oh, we zitten hier nu op die ruis. Oh, mijn God. We moeten dit ding even pakken en... Ja, zo, hier even iets bouwen. Hup, zo. Oh mijn God. Oh mijn God. Wij zijn echt ook zo klein, hè? Oké, we moeten hier naartoe. Oké. Huppatee. Hey Bilbo. Huppatee. God. Zo, we zijn nu hier. Oké, we moeten eerst dit mannetje hebben. Huppatee. Jongens. Huppatee. Oké, we hebben Dory nodig.
zo. Huppatee. Zo gaat hij lekker, jongens. Oh mijn god. Oké, we moeten hier naartoe. Wat een gevaar hier, man. Holy shit. Oké, we moeten dit kapot maken. Huppatee. Oh, god. Nee. Ja, dag, geit. Schuilplaats moeten vinden. En we hebben level gehaald, jongens. Over en onder de heuvel. Maar kijk eens hoeveel muntjes we hebben, jongens. Oh mijn god. Hoeveel procent hebben we? 59. Dat is niet echt veel. Zo, dat zijn er heel wat. Verhaal vervolgen. De stenen reuzen donderen in de verte en het gezelschap bijna na een paar dwergen minder verzamelde die spullen en zocht met alle macht naar een grot waarin ze konden schuilen voor de storm. Oké, de volgende missie gaan we... De volgende video doen, jongens. Maar mensen, vonden jullie de video leuk? Doe vast even allemaal een keihard blauw duimpje omhoog. En laat even weten in de reacties wat je van de video vindt of niet. En ik zie jullie weer bij de volgende video. En abonneer natuurlijk even op mijn kanaal, Ivo Lego Plays. Dat zal super leuk zijn. En ik zie jullie weer bij de volgende video. Later!